We beginnen in Iran. Israël heeft volgens Amerikaanse media vannacht vermoedelijk een aantal aanvallen uitgevoerd op een locatie in Iran. Volgens Iraanse staatsmedia gaat het om enkele drones die uit de lucht werden geschoten. Van een raketaanval zou geen sprake zijn. We hebben nu contact met Richard Donk, journalist van het RD, het Revolutorisch Dagblad. Goedenavond, meneer Donk. Goedenavond. Ja, wat, wat is eigenlijk het doel geweest van deze aanval uh, ja, vanuit Israëlische zijde dan? Israël, gesteld dat Israël erachter zit, maar dat lijkt alles op de wijze, wil met deze aanval uh, vergelding zoeken voor uh, de grote Iraanse aanval van uh, vorig weekend. Waarbij Iran zo'n 350 projectielen, variërend van drones tot kruisraketten en ballistische raketten, op Israël afschoot. En uh, gelukkig werd 99% van die projectielen uit de lucht geschoten, maar het was wel voor het eerst dat er een aanval vanaf Iran zelf op Israël werd gelanceerd. Ja, vanuit Israëlisch perspectief kon dat niet uh, onbeantwoord blijven, dus... Ja, Israëlische vergelding hier al een aantal dagen in de lucht. En uh, ja, afgelopen nacht was het dus uh, kennelijk zover. Ja, het is nog een beetje onduidelijk uh, hoe en wat en, en, en hoeveel. Maar uh, we kunnen toch wel spreken over een relatief kleine aanval? Uh, op zichzelf wel, hoewel we inderdaad nog niet weten uh, hoeveel schade er is aangericht of er ook slachtoffers zijn gevallen. Tegelijkertijd moet je wel bedenken dat deze aanval uh, met eigenlijk vrij beperkte middelen is uitgevoerd en dat is dat het toch in geslaagd is om uh, vermoedelijke militaire basis in Iran zelf te treffen, diep in Iran, uh, in de buurt van de stad Isfahan. En in, in de buurt van die basis bevonden zich ook nucleaire installaties en dat wordt nog wel als een belangrijk signaal gezien. Maar kijk eens, als wij willen, dan kunnen we jullie op elk moment waar dan ook treffen. En we hadden ook net zo goed die nucleaire installaties te pakken kunnen nemen. Uh, dus wees gewaarschuwd. En in dat opzicht is het weliswaar een kleine aanval, maar wel heel symbolisch en een ernstige waarschuwing aan het adres van Iran. Ja, nu, nu uh, zei een Israëlische minister uh, van dat de aanval een beetje slap was. Ja, hoe moeten we dat duiden, dat, dat zo'n man dat zegt? Ja, dat kwam van de minister van Nationale Veiligheid, uh, Itamar Ben-Khir. Nou, die staat bekend om zijn uh, nogal extreme uitlatingen. Hij uh, behoort tot een van de extreemrechtse coalitiepartijen uh, die in uh, het kabinet van uh, Netanyahu zitten. Ja, die, die gaat altijd wel echt helemaal aan de andere kant van de boot hangen. Die zou het liefst zien dat Israël een, een enorme tegenaanval op Iran zou lanceren. Uh, die mening heeft hij ook in, uh, op een aantal andere dossiers waar Israël in verwikkeld is, ook in de oorlog in Gaza en het optreden op de westelijke Jordaanoever. Uh, maar ja, als Israël dat had gedaan, dan hadden we denk ik nu al een grote regionale oorlog in het Midden-Oosten gehad. En uh, ja, alle partijen proberen dat, met name ook de internationale gemeenschap, uh, uit alle macht te voorkomen. Want dan is het uh, leed helemaal niet te overzien. Nee. Um, is dat ook de reden dat Iran zo terughoudend reageert? Of, of zit daar wat anders achter? Want ja, die, zij zeggen eigenlijk niet zoveel. Nee, dat, daar lijkt het wel op hè, dat Iran een beetje de, de, de ernst van de aanval probeert te bagatelliseren. Ze ziet ook meteen beelden van Isfahan zien, waar alles uh, zo'n normale gang leek te gaan. Ook beelden van uh, juist ook, uh, die nucleaire installaties, waar uh, geen schade was aangericht. Aan Israëlische zijde is ook opvallend weinig gezegd. Hè, uh, Israël heeft ook niet de verantwoordelijkheid opgeëist. Dus het lijkt erop, volgens de eerste analyses, dat beide partijen er alles aan doen om uh, ja, dit een beetje low profile te houden. Om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen. Dat gezegd hebbend weet je niet of dit wellicht nog de opmaat is voor meer vergeldingsaanvallen door Israël. Maar voor ons nog lijkt het hierbij te blijven. Ja, want dat was mijn volgende vraag ook: van wat, wat kunnen wij nog meer verwachten? Of, of het, ja, is dat dus onduidelijk? Ja, nou verder, Israëlische aanvallen op Iraans grondgebied, dat, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet direct. Uh, de druk, met name van de Amerikanen, is daar ook wel heel erg hoog op Israël om het hierbij te laten tegelijkertijd moet je niet uitsluiten dat Israël wel Iraanse doelen in bijvoorbeeld uh, buurland Libanon of Syrië en misschien ook in Irak uh, zal aanvallen. Daar is Israël ook al een, al een tijdje mee bezig en die vormen ook een minstens zo grote bedreiging voor Israël. En je ziet ook dat Iran daar bang voor is. Want die heeft uh, hoge Iraanse officieren uit Syrië bijvoorbeeld geëvacueerd of onder laten duiken. Dus ze nemen wel voorzorgsmaatregelen tegen eventuele volgende aanvallen. Ja, ja u noemde even Amerika. Um, uh, nou, dat kan hier niet los van worden gezien. Um, blijven die ook in contact met Israël om, om te kijken van uh, ja, wat ze nu moeten gaan doen. Of Zeker, ja. En, en ook voor deze laatste raketaanval die Israël heeft uitgevoerd, is ook contact met de Amerikanen geweest. Ze hebben uh, gewaarschuwd dat ze binnen 24 tot 48 uur tot de aanval zouden overgaan. En het is ook belangrijk dat ze in contact met de Amerikanen staan, want de Amerikanen hebben een belangrijke rol gespeeld afgelopen weekend ook om uh, alle Iraanse projectielen die op Israël kwamen uh, uit de lucht te schieten. Uh, dus ja, coördinatie met de Amerikanen zal er zeker blijven. Ja, nou, dank voor uw toelichting, Richard Donk van het Revatorisch Dagblad. We gaan verder. Het kabinet moet de levering van F-35 onderdelen aan Israël zo snel mogelijk hervatten. Dit zegt de meerderheid van de Tweede Kamer na de aanval van Iran. Hierover diende onder andere de SGP een motie in. Bij ons in de studio, Diederik van Dijk. Welkom. Goedenavond. Um, ja, even eerst terug naar wat Richard Donk ook zei. Hoe kijkt u naar die aanval van Israël en, en de situatie in het Midden-Oosten? Ja... Ik kan me heel erg vinden wel in wat Richard Donk zojuist analyseerde. Een relatief beperkte reactie lijkt het van Israël. En ongetwijfeld heeft dat ermee te maken, ook wel met de stevige druk vanuit de internationale gemeenschap en de VS voorop. Van uh, oppassen, uh, laten we de-escaleren, want anders staat straks de hele regio in de brand. En dan weet je niet wat daarvan de consequenties zijn. Dus uh, Israël heeft een schot voor de boeg gegeven, denk ik, richting Iran. Ook wel laten zien, als wij willen, kunnen we jullie uh, raken. En ik sluit niet uit dat er ook nog een keer nog iets anders gaat gebeuren, maar het lijkt op dit moment uh, beperkt te blijven. Ja. Um... Nou, laten we dan even uh, gaan naar dat thema van de F-35-onderdelen. Daar is veel over gezegd. Uh, het Gereshof heeft dat ook verboden om die nog te leveren aan Israël. Maar u uh, ziet dat anders. U wil dat anders, of niet? Nou, ik zie dat anders. Uh, uh, afgelopen weekend hebben we gezien wat er ook anders kan gebeuren. Honderden raketten en drones zijn er afgevuurd vanuit Iran naar Israël. Nou, dus daarmee is het heel erg duidelijk hoe belangrijk het... hoe van levensbelang het is dat Israël zich goed kan verdedigen... Nou, daar zijn nu F35's een onmisbaar onderdeel voor. Uh, en in die zin vind ik het werkelijk ja, ik te gek voor woorden uh, uh, dat wij zouden weigeren om reserveonderdelen voor die F-35 te leveren aan Israël uh, vanwege de rechtelijke uitspraak die er uh, ligt. Uh, deze onderdelen zijn uh, mede uh, onmisbaar voor het voortbestaan van Israël. Dus hoe eerder we weer kunnen leveren, hoe beter. Uh, om die reden heb ik ook een motie ingediend. Uh, kijk, de rechtelijke uitspraak ligt er. Daar is Nederland aan gebonden. Dat begrijp ik heel erg goed. Maar laten we alle denkbare juridische ruimte opzoeken die er wel is, ook op onderdelen. Ja, want die is er dus. Die, want... uh, dat, uh, uh, zeker als er nadere afspraken over zijn te maken, van waar zit de F35 in? Maar uh, het wapenhandelsverdrag, hè, waar deze uitspraak uit voortkomt. Die zegt ook in geval van nieuwe omstandigheden kan er een nieuwe afwering worden gemaakt. Nou, die nieuwe uh, omstandigheden zijn wat mij betreft echt een gegeven na afgelopen weekend. Want daar werd duidelijk hoe onmisbaar uh, ook dit soort onderdelen zijn voor de verdediging van Israël. En wat mij betreft pakken we dus echt alle ruimte om te kijken hoe wij door kunnen gaan met de levering van deze onderdelen. Ja, ja en hoe snel zou dat dan moeten gebeuren? Ja, zo snel mogelijk. Uh, de motie is uh, aangenomen. Het zal ongetwijfeld ook overleg vergen met Israël. Rutte heeft op zich gezegd dat hij daar ook wel uh, een start mee wil gaan maken. Ja, en uh, de motie is aanvaard. Dus vanuit de SGP zullen wij er bovenop zitten om te kijken of deze motie op een adequate manier wordt uitgevoerd. Ja, en blijft het dan alleen bij deze F35 onderdelen of, of wordt daar ook meer geleverd? Nou, um... Uh, het is echt niet zo dat Israël afhankelijk is in die zin in grote mate van wat uh, Nederland levert. Uh, of zelfs van wat de EU levert. Uh, de VS is de allerbelangrijkste leverancier en bondgenoot wat dat betreft. Maar uh, als het gaat over de principiële vraag: uh, als Nederland meer zou kunnen helpen met luchtverdediging, et cetera, uh, dan zouden we daarvoor open moeten staan. Hoe het ook wend of keer en wat ook allemaal aan de hand is daar. Israël is gewoon een bevriende natie, een democratische rechtsstaat. Dus waar we kunnen helpen, moeten we dat doen. Ja, nou, dat gaat dus over deze motie. Uh, u, u bent ook druk met andere dingen, de SGP ook. En nu heeft u samen met de, S met de SP het initiatief... om um, ja, de toegang tot het Holocaustmuseum gratis te maken. Ja. W wat is daarvan de reden? Dat klopt. Dit kwam aan de orde tijdens het mondeling-vraaguurtje post geleden... waarbij ik de minister heb gesuggereerd... Uh, dat Holocaustmuseum uh, uh, wel eens een heel mooie handvat kunnen zijn... Uh, om het Joodse leven ook beter onder de aandacht te brengen. En vooral uh, om te laten zien hoe slecht en verderfelijk antisemitisme is. Daar maakte ik een punt van en toch wel leuk om te melden. Toen kwam eigenlijk aansluitend van dat vraaguurtje... kwam de fractievoorzitter van de SP, Jimmy Dijk, naar me toe. Hij zei, wat goed, je, uh, uh, als het gaat over Israël... staan wij bepaald niet altijd aan dezelfde kant. Maar we willen wel heel graag met jullie optrekken... om het antisemitisme een halt toe te roepen in het land. Kunnen we samen met schriftelijke vragen aan de minister wat doen... Om het Holocaust Museum uh, voor zoveel mogelijk mensen gratis te maken. Maar zeker het een, een, een plek te geven binnen het onderwijs. Uh, ook het middelbaar onderwijs. Ja. Daar hebben we een aantal vragen over ingediend. Ja. Dus samen met de SP inderdaad. Ja, dus het is meer dan alleen studenten en scholieren. Want vaak horen we onder die groep ja. dat het antisemitisme hoog is. en dat de kennis ook uh, ja, vet te zoeken is. Dus je, uh, dat is natuurlijk een hele belangrijke groep inderdaad. En die zou je ook heel gemakkelijk kunnen bereiken. Je zou bijvoorbeeld een heel stevig onderdeel kunnen maken van het burgerschapsonderwijs. En dat daarbij gewoon standaard uh, een bezoek uh, aan het Holocaustmuseum. Dat dat omvat, zeg maar. Dat zou goed kunnen. Maar eigenlijk zou het voor iedereen goed zijn. Want het antisemitisme zien we momenteel in alle hoeken en gaten opduiken. In onze samenleving, helaas. Het zou voor iedereen goed zijn om te zien waar antisemitisme uiteindelijk op kan uitlopen. Het is ooit gebeurd, weten we. En het kan weer gebeuren. Uh, uh, dus wat dat betreft, uh, ja, laten we gebruik maken van zo'n bijzonder museum. Uh, om uh, het tegengaan van antisemitisme een uh, impuls te geven? Ja, uh, dat gaat over antisemitisme. Een ander onderdeel wat deze week ook naar voren kwam, is de dode die er ook weer aan zit te komen. Ja. En nu, um, nu wil burgemeester Halsma ook de toegang beperken um, uh, en, en meer maatregelen nemen. Uh, ja. Dat is toch best schokkend. Dat is schokkend dat het nodig is. Uh, uh, en er moet. En nou, daar ben ik ook blij om dat de gemeente Amsterdam dat ook wel uitstraalt. Die wil er alles aan doen om te voorkomen dat er wanordelijkheid ontstaan. Ze willen er alles aan doen om te zorgen dat er een waardige herdenking plaatsvindt. Maar ik ben het eens met uh, de duiding: het is wel diep triest dat een, een dode herdenking als nou iets. Is en je iets met pietie zou moeten benaderen, is het dit? En dat we daar zoveel politie-inzet voor nodig hebben om dat tot een goed einde te brengen. Ja, dat is eigenlijk ja, schandalig. Dat maar dat wat nodig zegt dat volgens u dan? En, en is, een, is een normale denk ik nog wel mogelijk? Nou, dat, dat mag je in ieder geval hopen. Uh, ja, we zien hier dat de uh, ontwikkelingen in Israël, tuff, tussen Israël en tussen Gaza, toch ook weer weerslag hebben over, op uh, hoe de tegen Joden aan wordt gekeken in Nederland. Hoe onterecht ook. Maar dat vindt plaats. En ja, we hebben natuurlijk al, we zien al maanden dat de actiebereidheid onder de Pro-Palestina-aanhangers enorm groot is. Dus ja, de angst is inderdaad dat toch straks mensen de gelegenheid aangrijpen om uh, te staan brullen daar of te staan protesteren. En daarmee eigenlijk de waardigheid van de dodenherdenking uh, uh, omver helpen. En ja. dat moet ten koste van alles worden voorkomen. Ja, nou mooie oproep. Um, laten we naar het volgende onderdeel gaan, en dat is uh, Middel X. Um, Um, uh, even voor de kijker, wat, wat is dat ook alweer, middel X? Middel X is een zelfdodingspoeder, uh, wat verstrekt kan worden. Wat ook verstrekt is, dan wel, uh, daarbij zijn mensen behulpzaam geweest, via de coöperatie Laatste Wil. He, die willen eigenlijk dat dit middel voor iedereen eigenlijk vrij toegankelijk is. Voor mensen die uit het leven kunnen stappen, maar toch niet in aanmerking komen voor euthanasie. En deze stichting, nou dat wordt nu dus ook bezien door de rechter, uh, uh, ja, die heeft geholpen en wil helpen bij de verstrekking dus van dit dodelijke middel, dodelijk uh, poeder. Uh, zodat mensen zelf een eind aan hun leven kunnen maken. Ja, en, en even voor de duidelijkheid: deze coöperatie bestaat dus ook nog, want er ja. zijn toch ook veel onderzoeken naar. Uh, klopt, gelukkig wel. Het Openbaar Ministerie zit hier blijkbaar wel ook uh, bovenop, zeg maar. Uh, uh, en er wordt nu inderdaad bekeken van: uh, als echt het doel van deze stichting is, dus het aanbieden: de hulp bij zelfverdoding, wat verboden is dan zou om die reden deze club verboden kunnen worden. Ja, wat ons betreft liever vandaag dan morgen. Ja, want ik zag dat jullie sinds 2017 hier ook al mee ja. bezig zijn. Hoe kan het dan dat zo'n coöperatie nog steeds actief is of kan zijn? Ja, dat heeft uh, natuurlijk toch mee te maken... en daar zijn we blij om dat wij in rechtsstaat zijn. Je kunt niet zomaar een vereniging of een stichting verbieden. Er moet heel helder zijn van... inderdaad, dit, dit maakt deel uit van een, uh, van een criminele organisatie. Daar hebben we het eigenlijk over... En dat is best heel ingewikkeld om dat juridisch allemaal hard te maken. Nou, nu lijkt erop dat echt stappen worden gezet. En nu is het zaak om door te pakken. En niet alleen die betreffende mensen achter die club, uh, achter de tralies te krijgen, maar ook deze uh, vereniging te verbieden. Ja, um, maar aan de andere kant, hulp bij zelfdoning, bijvoorbeeld, is toch strafbaar. Dus... Dat klopt. Uh, en tegelijkertijd, uh, wat is precies hulp geven bij? Hè, als jij uh, uh, het middel noemt of. Je geeft er wat indirecte informatie over. Ja, dan is het niet per se en per direct uh, verboden. Het is gewoon ingewikkeld om dat juridisch hard te maken. En ja, nogmaals, uh, ik hoop dat ze daar nu wel in slagen. Ja, nu lopen er dus uh, um, um, wat onderzoeken hè, naar uh, leden van deze coöperatie ook. Uh, er zijn straffen geëist. Uh, maakt dat voldoende indruk? Of. Nou, dat denk ik wel. Ik heb ook wel wat interviews gezien, ook met betrokken bestuursleden, ook bestuursleden die zeggen van, ja, wij willen mensen die niet uit leven kunnen stappen helpen, maar op geen enkele manier willen we onschuldig maken criminele, criminele activiteiten. Dus die lijken ook heel erg geschrokken te zijn. Uh, dus ja, ik neem wel aan dat zo'n vervolging, een strafrechtelijke vervolging, uh, wel indruk maakt ja. en dat als andere mensen nog zoiets overwegen... om uh, op deze manier hulp bij zelfdoding te geven... Uh, dan ze zich wel even iets extra achter de oren krabben. Ja, ja, ik hoop zeker dat dit een preventieve ja. werking is. En heeft. wanneer verwacht u dan duidelijkheid uh, dat... Uh, dat durf ik niet precies te zeggen. Dit kan natuurlijk best een, uh, een zaak zijn... die wel eventjes nog kan voortslepen. Uh, ja, we zullen het met interesse volgen. Uh, ja. ja, nou laten we naar de abortuskliniek uh, gaan. Uh, ook een onderdeel wat, uh, wat veel in het nieuws komt. Uh, nu zijn er een aantal wakers... Um, opgepakt zelfs. Ja. Um, hoe, hoe zit dat eigenlijk wettelijk als je, als je protesteert bij een abortuskliniek of als je daar staat? Uh, het demonstratierecht is in Nederland natuurlijk een heel groot, ik zou bijna zeggen, bijna een heilig goed. Uh, en het is ook goed dat daar uh, ruimte voor is. Uh, natuurlijk zijn er grenzen. Je mag mensen niet hinderen, je mag niet intimideren, je mag niet oproepen tot geweld en haat, uh, et cetera. Uh, en dan komen ze ook meteen bij het hele gevoelige punt. We hadden het net over antisemitisme. Ja, we zien al maanden op onze stations, op de pleinen, bij universiteiten, uh, jodenhaat, het skanderen van gamasleus en dergelijke, wordt niet ingegrepen. Nu hebben we het hier over wakers die er steeds vaker gewoon in, de, in hun eentje staan uh, en gewoon een enkele vrouw bij wijze van spreken. Die vraagt mag ik een foldertje aanbieden. En juist deze wakers, die dus juist opkomen voor de hulp voor vrouwen. en voor de bescherming van het ongeboren leven. die worden met nogal wat intimidatie opgepakt. Uh, worden gewoon een aantal uren achter de tralies gezet. En vervolgens mogen ze dan weer gaan, maar wel met het vooruitzicht op een boete. Ja, dat is te gek. Ja. Maar dit is ook, dat is ook het bijzondere. Uh, Zo'n één mens protest, zoals dit genoemd wordt. Um, dat wordt ook niet uh, juridisch gezien als een demonstratie of als een betoging. Dit valt rechtstreeks onder de vrijheid van meningsuiting. Uh, en daarom, en daarom zit de SGP hier ook bovenop. Uh, onze indruk is echt dat hier de gemeentes uh, ge, uh, uh, handelen op grond van een niet correct juridische grondslag. Nee. En dat gaan we uitzoeken. Ja. We hebben contact gelegd met de nodige juristen. Want we zijn heel erg bereid vanuit de SGP om te bezien... Uh, kunnen we hier gewoon een juridische zaak van maken... Ja. en dat uh, gemeenten wat beter bij de les blijven. Ja, want u vergelijkt het dus ook met andere protesten die in het land plaatsvinden. Ja. Ja, hoe kan het dan volgens u dan dat hier dan zo... Ja, u noemt even de gemeente. Ja. Uh, is dat dan de enige reden of, of, of nou ja, Ille, sentiment? Ik, nogmaals, uh, we hebben een rechtsstaat, daar ben ik uh, blij mee en trots op. En Die functioneert doorgaans ook heel erg goed. Maar op dit terrein heb ik toch echt het idee, hier wordt gemeten met twee maten. Kijk, we weten dat de wakers bij een abortuskliniek, en dat raakt aan het zogenaamde recht op abortus, dat ligt hypergevoelig. En ik heb echt het idee dat gemeenten ook onderling met elkaar hebben afgesproken. We gaan die groepen eens eventjes aanpakken. Want anders kan ik dit niet verklaren. En nee. Nogmaals, uh, de betreffende waker, die voor de tweede keer is uh, opgepakt. Ik ken de betreffende dame. Die zal geen vlieg kwaad doen. Ik weet ook hoe het gaat. Er wordt gewoon gevraagd: mag ik u volgtje aanbieden als de betreffende vrouw zegt nee, geen zin in. Of wat dan ook. Klaar is voorbij. Er wordt niet geroepen. Er wordt niet aangedrongen. Dus ik, ik begrijp hier werkelijk niks van hoe uh, 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 deze personen. Noterbenen in de cel kunnen worden gezet, voor een aantal uren, gefouilleerd worden, ze moeten ontkleden, soms uh, te gek voor worden. Dus echt alle reden om te kijken of we hier wat juridische actie op kunnen ondernemen. Ja, nou nu zien we dit in Nederland, maar in Duitsland is het zelfs dat je dan een boete kan krijgen. En, en die boete kan oplopen tot 5000 euro. Ja. Um, ziet u dat dan ook uh, wellicht gebeuren in Nederland? Dat, dat, het, dat het niet bij oppakken blijft? Nou, dat zou kunnen. Uh, ik ben nu ook benieuwd, want uh, voor zover mijn informatie uh, correct is... Uh, hebben de betreffende wakers nog geen boete gekregen. Die kan wel in de lucht hangen, maar daar wordt blijkbaar nog bekeken... van uh, gaan ze daarmee verder of niet. Uh, maar als ik kijk ook naar het politieke sentiment... Uh, 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 en hoe dat vooral door partijen als D66 en GroenLinks... ben wordt opgespeeld... Ja, alsof daar vrouwen, andere vrouwen stand intimideren, et cetera. Ja, er wordt wel een soort sfeertje gecreëerd uh, ja, die verdergaande consequenties zou kunnen hebben. En juist daarom vind ik het vanuit de SGP van groot belang om tijdig te laten zien... ja sorry, uh, je mag van alles vinden uh, van die wakers... maar ze overtreden geen juridische wet of regelgeving. Uh, en gemeentes moeten zich ook wel zelf aan de wet en de regels houden. En zeker als de, uh, de grondrecht van de vrijheid van meningsuiting in het uh, geding is. Ja, nou, u noemde even dat dit een hypergevoelig onderwerp is. Merkt u dan ook dat... Heeft u dan in de Tweede Kamer ook steun? Of is dit een beetje een uh, eenmansgevecht? Of verlicht met de ChristenUnie? Um, nou, de, de, de steun van de ChristenUnie reken ik zeker ook op uh, hierbij. Maar dit dit is een gevoelig punt inderdaad, uh, kijk hoe dan ook uh, dat jij knaagt aan het recht op abortus is al hypergevoelig en hier het beeld wat natuurlijk wel wordt geschetst van ja een vrouw die wil een abortus laten plegen is natuurlijk een, een heel moeilijk moment, nou dat herken ik graag en dan is er een vrouw die jou daarover toch aanspreekt, ja dat is een bepaald frame wat al heel gauw uh, averechts werkt. Uh, vaak als je kan uitleggen hoe het gaat, dat inderdaad de vrouw heel vaak daarin er eentje staat, niet aan het schreeuwen is. En zodra de betreffende vrouw die naar bord overweegt zegt: Nee, ik wil, ik wil geen foldertje of wat dan ook, zeg maar, is het ook helemaal klaar en wordt niet aangedrongen of wat dan ook. Nou, dan is er iets meer begrip. Maar uh, het punt wordt wel aangegrepen om, uh, nou ja, uh, om te suggereren. Dat er sprake is van intimidatie en dergelijke. Ja, ja, ja. nou, wordt vervolgd. We wachten af. Um, als we dan even kijken naar de onrust die er een paar weken geleden was. over het schrappen van, uh, uh, van het woord moeder. Ja. Um, nou, dat leek afgedaan te zijn. En nu uh, lijkt het toch iets anders te zitten. Um, ja, hoe, kan het, hoe kan zoiets gebeuren? Misschien ja. dus kunt u het even kort uitleggen? Uh, zeker. Uh, uh, we werden dus geconfronteerd als SGP. En ik noem hierbij vooral ook mijn uh, collega André Vlag. Uh, met een wetsverstel. waarin ook werd uh, voorgesteld. Uh, om in het bevolkingsregister. het woord moeder uh, te schrappen. en dat te vervangen door. ouder uit wie het kind geboren is. Dus daarmee werd gewoon uit onze betreffende regel en wetgeving gewoon de moeder geschrapt en weggewist. Alsof daar niet ontzettend veel achter zit en ook heel veel emotie, mooie emotie, juist achter uh, schuil gaat. Nou, uh, de SGP uh, heeft toen aan de bel getrokken van wat is dat nou? Het hele bijzondere was wel dat van links tot rechts politieke partijen zeiden: Ja, wat gebeurt hier nou? We gaan toch niet de moeders, die moet je eren, die moet je niet gaan wegschrappen uit, het, uh, uh, uit onze wet- en regelgeving of uit een bevolkingsregister. Nou, er zijn uh, uh, de achterliggende gedachtenwisselingen en appwisselingen zijn erboven gehaald op grond van de wet uh, Open Overheid. Um, en daaruit bleek dat ook de minister, minister Hugo de Jonge... wel bijzonder verrast was door deze uh, actie. Um, maar ja, dat een aantal ambtenaren dit van tevoren ook echt wel hebben uh, voorzien... en ook met elkaar hebben besproken. Wat kunnen de consequenties zijn? En als er vragen komen, hoe reageren we dan? Dus het is niet een actie die gewoon in één keer toevallig uit de, de lucht viel. Nee, er is wel goed over nagedacht. Um, en dat is eigenlijk ook wat schokkende, want... Uh, sommige mensen die zeggen er wel eens van, uh, ja, was dat een complot van ambtenaren? Nou, nee. Het is eigenlijk ook gewoon een uitvoering van een richtlijn om uh, uh, wetgeving zo genderneutraal mogelijk te maken. Ja. Ergens hebben die ambtenaren gewoon gedaan wat ze ook hebben meegekregen. Uh, en dat is het hele schokkende. En nou, dat is het hoopvolle, om toch dan vooral het positief ook te, te belichten. Kijk, zo'n richtlijn om alles ook genderneutraal te maken, dat is de wereld op z'n kop. Het bemoedigende is dus dat is als het puntje bij paaltje komt en men ziet waar dat toe leidt, bijvoorbeeld dat de moeder eventjes geskipt wordt uit onze wetgeving, dat dan ook politieke partijen zeggen, ja sorry, maar dat, dat is toch te gek voor woorden. Ik bedoel, uh, en zo sta ik er zelf ook in. Heel goed om rekening te houden met mensen die worstelen met geslacht en non-binair en noem maar maar op, we hoeven niemand uh, 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 met opzet te kwetsen. Maar we moeten niet eh, abnormaal maken wat normaal is. En ook niet natuurlijk maken wat niet natuurlijk is. We, eh, er zijn twee geslachten. En daar mogen we ook eh, van getuigen in, de, in onze wetgeving. En moeders, dat zijn de grootste schatten van de samenleving. Ja. Dus die moeten we hoog houden. Nou, dat is heel mooi om daarmee af te sluiten, Dierik van Dijk. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan.